Welkom allemaal bij dit webinar. Haal het beste uit jezelf, daar gaan we het vandaag over hebben. En super dat je er bent. Waar je ook zit in het land, op allerlei verschillende plekken, maar op deze manier gezamenlijk een momentje. En ik vind het leuk om een aantal inzichten met je te gaan delen uit mijn, uit mijn leven tot nu toe, uit mijn 19 jaar ondernemerschap en uit alle inzichten die ik vanuit Talent First over werk heb opgedaan. Ik ga het doen aan de hand van een aantal plaatjes, die ga ik met je delen. En die ga ik er eventjes bij toveren. Even kijken. Even een momentje, want ik moet eventjes de plaatjes erbij toveren. Moment. Techniek is altijd een mooi ding met zo'n evenement als dit. Dat lijkt nog even niet te gaan lukken. En dan gaan we dat misschien even op een andere manier doen. Even kijken of dit werkt zo. En dan gaan we naar deze. Ja, nog niet helemaal. De techniek staat voor niets, zoals je ziet. Kijk, ik ga mezelf uit beeld halen, want dat scheelt in onze bandbreedte. Dan hebben we een betere verbinding. En dan zie je mij niet meer op die manier door de slides. En wat ik leuk vind om te doen is om te beginnen om mezelf eens even voor te stellen. Ik ben Huub van Swieten, al jarenlang getrouwd met Wien. En daarin hebben we ook hartstikke lieve kindertjes. We zijn al meer dan 20 jaar samen, 2 kinderen. Mijn zoon Piet, die is net 18 geworden. En mijn dochter Nikki, bijna 14. We vinden het leuk om met elkaar reizen te maken, uit eten te gaan, leuke dingen te doen, een filmpje pakken of lekker te sporten. Maar ook ben ik heel bevlogen in mijn business, want met Talent First ga ik eigenlijk al 19 jaar fluitend naar mijn werk. En dat doe ik met heel veel plezier om zoveel mogelijk mensen te helpen bij wat ik zelf ook een aantal keren heb gedaan, mijn eigen droombaan gecreëerd. Dat wil ik met jou delen, want dat is voor mij iets wat ik al jaren doe met Talent First Nederland, waarin we met zo'n 50 coaches, of het zijn er inmiddels al wat meer, meer dan 100.000 mensen geholpen hebben. Ik heb daarin ook 9 boeken geschreven, 100.000 van verkocht in verschillende titels. Het merk Ik is er eentje van, 365 vakantiedagen. Marijn is klaar met werken, thank God it's Monday. Nou, dat past mooi bij vandaag, want het is op dit moment maandag. Vanuit het thema Embrace Life Through Work. Want werk is zo'n belangrijk onderdeel van je leven. Dat we daarin heel graag in het hele land mensen helpen om daar op een goede manier vorm aan te geven. Nou, wat ik met jou wil bespreken is waarom ik vind dat werk zo belangrijk in het leven is. En dat je daar dus niet te lichtzinnig over moet doen. En dat je je over daar mag laten inspireren. Want fluiten naar je werk is het motto en het doel. En dat is in mijn optiek echt voor iedereen mogelijk. Voor de rest van je leven. Want weet je dat je totaal 5 miljoen minuten werkt in je leven? Dat is natuurlijk een enorm groot deel van je leven. Dat is waarschijnlijk meer tijd dan je aan je relatie besteedt. Of misschien wel meer tijd dan je aan je kinderen besteedt. En dat is natuurlijk best een raar idee. En ik weet ook hoe het werkt als het niet goed gaat. In mijn privéleven heb ik dat meegemaakt. En ik neem je graag mee in een typologie van Willem van Reenen, een professor in de arbeidsmarkt. Kunde, die beschrijft de hele markt als 3 type muizen die daarin zitten. En 10% noemt hij mensen die echt in een situatie komen van burn-out, noemt hij de gestampte muisjes. Dus dat zijn mensen waarbij wie het echt misgaat, dat je door je werk door de verkeerde dingen te doen in je werk echt fysieke klachten krijgt. En ja, dat is een leuke metafoor natuurlijk van deze Willem van Reenen, maar ik heb zelf gezien hoe dat eruit kan zien als dat misgaat, als je in zo'n situatie bent. En mijn vader was een van die ongelukkigen. Hij was echt een hardliner, werkte bij de politie, kwam uit het leger en had echt de ideeën uit het leger mee de politieorganisatie binnengenomen. En dat ging eigenlijk best goed in de jaren 50, maar later in de jaren 60 en de jaren 70 ging dat eigenlijk niet goed. Want toen was die harde lijn eigenlijk helemaal niet meer wat nodig was. En mijn vader kon daar eigenlijk helemaal niet in meeschakelen, in meebewegen. De maatschappij veranderde en mijn vader kon eigenlijk niet veranderen. En de mismatch die daar toen ontstond,
maakte dat hij op een zijspoor kwam en uiteindelijk ook overspannen raakte. Mijn ouders gingen uit elkaar. Het is allemaal een hele vervelende situatie en periode geweest. En mijn herinnering van mijn vader is dat hij een groot deel van mijn jeugd eigenlijk als een soort zwijgende, chagrijnige man in de hoek van de kamer zat. Het heeft ertoe geleid dat hij uiteindelijk aan het einde van zijn leven nog maar met 3 van zijn 7 kinderen contact had. Ik was daar gelukkig 1 van, maar het is voor mij altijd een omgekeerde inspiratiebron geweest. Denk niet te licht over werk, want het heeft zo'n enorme impact op je werk. Op je leven. Het heeft zo'n enorme impact op wie je bent. Want natuurlijk willen we allemaal die paradijsvogel zijn. Willen we allemaal die gekleurde muis zijn. Die fluitend naar zijn werk gaat. Die elke maandagochtend uitroept. Thank God it's Monday. Want ja, dat zou eigenlijk een primaire arbeidsvoorwaarde moeten zijn, denk ik. En het is toch zo fascinerend dat ook jij kan leren hoe dat werkt. Om niet die gestampte muis, maar die gekleurde muis te zijn. En helemaal niet die grijze muis, want dat is nog het allergrootste deel van de mensen op de arbeidsmarkt. 78% van de mensen die aan het werken zijn, die kun je beschrijven als een grijze muis. Zij doen iets wat ze niet leuk vinden, maar het is niet zo erg met ze dat ze daar echt fysiek ziek van worden. Het probleem is, het grote probleem is, dat als je die grijze muis zelf bent, en iedereen heeft het in zich, ook ik, op sommige momenten ben je gewoon wat minder in je kracht, kun je wat minder je talenten gebruiken en kun je een beetje die grijze muis worden. Maar het probleem is, als je dat meemaakt, in het verkeerde werk, het verkeerde doet, ja, wat er dan gebeurt, ik heb dat uit eigen ervaring gezien. Ik zat in Rome, in mijn laatste baan, voordat ik ging ondernemen. Daar was ik area manager bij Randstad, Randstad Uitzendbureau. Dat was een baan die ik zelf had bedacht en leuk natuurlijk, ondanks die prachtige stad en dat heerlijke weer waar ik in zat, waarin het leven echt verrukkelijk zou moeten zijn. En Rome is denk ik de mooiste stad van Europa. Maar ik liep daar uiteindelijk chagrijnig door die stad, omdat ik in mijn werk mijn ei niet kwijt kon. Ik kon met mijn baas, waarmee ik werkte, totaal niet door één deur. Ik kon mijn ei niet kwijt, ik kon mijn talenten niet kwijt, ik kon niet doen waar ik goed in was. En daardoor liep ik uiteindelijk chagrijnig door die stad. En toen bedacht ik me, is het niet zo dat als je werk niet leuk is, ben je zelf niet leuk? Werk heeft invloed op wie je bent. En het is onmogelijk om gelukkig te zijn als je baalt van je werk. Nou, mijn geheimen en inzichten daarover, hoe je kunt voorkomen dat je of die grijze of die gestampte muis wordt, daar wil ik het met je over hebben. Want je bent toch niet voor niets uniek? Ook jij bent uniek, we zijn allemaal uniek. Maar waar zit dat nou in? En zeker binnen een grote organisatie is het lastig om daarin jezelf te blijven. Om je uniekheid die je in je hebt, om die te laten zien en die te blijven laten zien. Hoe voorkom je dat je je eigen uniekheid, het bijzondere wat je bent als persoon, om dat te veronachtzamen? Nou, daar ga ik het met je over hebben. Ik las een keer een citaat van Armin van Buuren, wat ik een hele mooie vond. Hij zei, je kan eigenlijk nooit uitblinken in iets wat je niet geweldig vindt. Want misschien heb je de theorie wel eens gehoord van Malcolm Gladwell. Die zei dat je overal eigenlijk goed in kunt worden als je er maar 10.000 uur aan besteedt. Dus je zou denken van ja, weet je, je kunt van elk werk je droom aanmaken. Het probleem is alleen dat je niet zo gemotiveerd bent om ergens 10.000 uur in te steken als je het niet gewoon hartstikke leuk vindt. En Armin van Buuren vertelde over zijn leven. Hij zei, joh, ik heb hier natuurlijk zoveel tijd in zitten en daarom ben ik gekomen waar ik nu ben. En dat had ik alleen maar kunnen doen omdat ik er zo gepassioneerd voor ben. Want je houdt het niet vol als je het niet leuk vindt. Dus steek nou die 10.000 uur in iets wat je leuk vindt. Ga daarnaar op zoek. Blijf trouw aan wat je leuk vindt. Dat is het begin. Want dat is ook de enige route naar succes. En het is ook zo mooi, want je mag dus gewoon je geld verdienen met iets wat je leuk vindt. En eigenlijk is de uitdaging om op zoek te gaan naar datgene wat jouw cadeautje aan de wereld is. Wat jij gewoon hartstikke leuk vindt. Wat jij beter kan en leuker vindt dan anderen. In mijn begintijd bij Randstad, ik heb daar een aantal jaren gewerkt, totaal zo'n 5 jaar, heb ik dat ook ontdekt dat je eigenlijk een nieuwe baan voor jezelf binnen een grote organisatie kunt creëren. Op basis van wat jij denkt, wat jij leuk vindt, wie jij bent. Ik heb dat zelf 3 keer gedaan binnen die grote organisatie. Echt zelf mijn droombaan gecreëerd. De eerste keer was ik als intercedent nieuw business. Dat was een functie die ik zelf had bedacht. Ik bedacht, we moeten niet op zoek naar nieuwe klanten in de bestaande markt, maar we moeten de markt voor zijn. We gaan focussen op nieuwe bedrijven die zich in Amsterdam gaan vestigen. En dat vonden ze een briljant idee. Dus
Dat was één gelegenheid waarin ik mijn eigen baan heb gecreëerd. Dus dat betekende ook een promotie. Ik werd gepromoveerd tot manager. Tenminste, dat was de bedoeling. Account manager, new business. Maar helaas kwam ik dat traject niet door. Want tot mijn grote frustratie kwam ik bij drie hoge managers terecht in een soort sollicitatiegesprek. En dat ging niet helemaal lekker, want ik had helemaal niet door hoe serieus dat eigenlijk was bedoeld. Ik dacht, goh, leuk, een beetje managers onder elkaar. We gaan met elkaar een beetje kennis maken. En toen ze me vroegen, heb je wel een beetje zitvlees? Want ik was vrij snel gepromoveerd. Toen dacht ik, ruimte voor een grapje. En het leek me eigenlijk wel een grappige vraag. En in mijn luchtigheid zei ik, joh, ik heb vrij lang over mijn studie gedaan. Is dat misschien wat je bedoelt? Nou, dat vonden ze dus niet. Dat was niet wat ze bedoelden. Dus ik kwam dat traject niet door. Ze vonden me gewoon een te grote charlatan blijkbaar. En ik zat in zak en as. Ik was echt van mijn water. Want dat was ik niet gewend. Het ging me eigenlijk redelijk voor de wind. Het ging vrij makkelijk en vrij snel. Maar mijn manager zei iets wat ik je wil meegeven, wat mij altijd heel erg geholpen heeft. Die zei van, Huub, tot je 40ste loop je stage. Onthoud dat nou goed. En met die gedachte, ja, dat het eigenlijk altijd tijd is om te leren, ben ik vervolgens mijn carrière verder gaan vormgeven. Want dat is het enige wat belangrijk is. Leren is de key om het leuk te houden. Jezelf blijven ontwikkelen. En misschien loop je wel eigenlijk tot je 65ste of tot je 67ste stage. Hoe zou het zijn als je zo naar je werkende leven kijkt? Jezelf continu verbeteren. Jezelf opnieuw uitvinden. Opnieuw ontdekken. Tot je 67ste of misschien nog wel tot je 80ste. Wie zal het zeggen? Het is toch een geruststellende gedachte als je er zo naar kan kijken. En het mooie vind ik, en ook binnen de overheid, zie je dat steeds meer organisaties zich bewust zijn dat ze moeten investeren in persoonlijke ontwikkeling van hun mensen. Want leren en laten leren is superbelangrijk. En steeds meer organisaties faciliteren hierin. En dat is natuurlijk prachtig. Want alleen organisaties kunnen goed functioneren op het moment dat hun mensen gelukkig zijn. Nou, daarin heb je echt een gezamenlijk belang. Als je mensen bevlogen zijn, als ze het juiste doen, als ze uiteindelijk echt vanuit hun talenten werken. Nou, dat is waar wij vanuit Talent First bedrijven mee helpen. Hoe ga je om met je mensen? Wat voor werkgever wil je zijn? En dan zie je de meest prachtige voorbeelden. Want dan zie je dat bedrijven echt de slag maken. Dat ze niet alleen zeggen van, joh, wij zijn een bedrijf en we verkopen X of Z, X of Y. Of we zijn een organisatie en we leveren die en die dienst. Maar dat ze zeggen, het belangrijkste is dat we het goed hebben met elkaar. Dat dat de leidraad wordt van het hebben van een organisatie of van een bedrijf. Hoe zorg je ervoor dat je het goed hebt met elkaar? Steeds meer bedrijven zien in dat dat de route is. En wij mogen daar in heel veel situaties bij helpen. En dat is natuurlijk prachtig werk. Investeren in je persoonlijke ontwikkeling. Want dat is de manier om fluitend naar je werk te gaan voor de rest van je leven. Het begint met zelfonderzoek. Wat maakt mij uniek? Jezelf beter snappen. Jezelf beter begrijpen wat jij te bieden hebt. Dus wij werken met een model dat eigenlijk een heel eenvoudig model is. Maar er zitten een paar cruciale dingen in. De drie stappen van het model zijn inzicht, vertaling, actie. Dat is het driefase model van Talent First. Inzicht, vertalen, actie. Als je een verandering wil realiseren, dan doe je dat met deze drie stappen. Maar de volgorde is cruciaal. Want je moet niet al in actie komen zonder inzicht. En zoveel mensen doen dat. Het is totaal niet effectief. Want denk maar eens na over je zoekopdracht. Hè? Als je bijvoorbeeld op Marktplaats iets gaat kopen. Hoe pak je dat aan? Ga je toch eerst met de vraag, wat zoek ik eigenlijk aan de slag? Dat is veel effectiever dan alle advertenties doornemen en kijken wat je, of er iets van je gading binnen is. Het begint bij jezelf. Dus begin bij jezelf ook in het vormgeven van je ideale werkloopbaan. En vergeet dan de vraag, wat wil ik? Start niet met die vraag, maar buig hem om naar, wat heb ik te bieden? Dat is vele malen makkelijker. Dan begin je namelijk bij jezelf. Daar kun je gewoon onderzoeken. Wat heb ik te bieden? Dat is leuker om mee aan de slag te gaan. Wat maakt mij nou eigenlijk uniek? Want iedereen is uniek. Maar waar zit dat bij jou in? Het is lastig, maar het is ook leuk. En het is eigenlijk ook helemaal niet zo heel lastig. Want er zijn hele simpele manieren waarop je dat kunt doen. Jezelf beter leren kennen. Want ja, als je zegt embrace life through work, dan begint dat natuurlijk bij jezelf. En wij reiken je de tools daarmee aan. Bijvoorbeeld om te kijken of je introvert of extravert bent in een model wat het DISC-model wordt genoemd, waar wij veel mee doen. Een talentenanalyse kun je dan doen, waarin je precies ziet welk gedrag voor jou energie geeft en welk gedrag voor jou energie kost. Eigenlijk maak je voor jezelf een soort persoonlijke gebruiksaanwijzing die je ook met anderen kunt delen. Nou, super effectief natuurlijk als je dat van jezelf weet. Want ben jij
iemand die heel makkelijk voor een groep staat? Of ben jij veel meer iemand die in de analyse het prettigst tot zijn recht komt? Gebruiksaanwijzing van jezelf. Moet je je voorstellen als je die hebt. En dan een voorbeeld. Erik de drummer was een van onze klanten. En Erik was de aanjager van een band waar hij in speelde. Hij was de drummer, maar hij was ook de organisator. En hij was degene die de band steeds opjoeg en repetities organiseerde. En dat deed hij hartstikke goed. En iedereen was er best blij mee. Maar zijn gedrag werd ook af en toe een beetje ergerlijk ervaren. Want hij zat er zo continu bovenop. En nadat hij bij ons de talentenanalyse heeft gedaan, ontdekte hij van, hé, wacht eens even, een van mijn talenten is, ik ben dominant. Ik ben daadkrachtig. En dat kan best irritant zijn voor anderen, maar er zitten ook heel veel voordelen achter. Dus hij snapte nu hoe het zat en vanaf dat moment ondertekende hij zijn mails met Erik de drammer in plaats van Erik de drubber. Waarmee hij eigenlijk de angel eruit haalde. Er ontstond een soort verlichting. Mensen in zijn band realiseerden zich van ja, weet je, hij is wel irritant, maar hij regelt het ook allemaal. En bovendien weet hij het van zichzelf. Dus zo kan het werken als je jezelf beter snapt, zo kun je dat inzetten. Heel irritant in dit geval, maar natuurlijk ook heel fijn dat hij zo drammerig was, want daardoor gebeurde er wel een hoop. Dus jezelf snappen en dat met anderen delen, dat is de manier om effectiever te worden. Ook in teams, dat is altijd prachtig om te zien. Als wij teams begeleiden, dan ontstaat er vaak een stap van irritatie naar aanvulling. Dus waar je op het ene moment denkt van, hey, die collega is super anders, daarom erger ik me zo aan hem. Ontdek je ineens van, hey, hij is niet alleen anders, maar hij is ook beter in bepaalde dingen dan ik en we vullen elkaar juist aan. Nou, super mooi om dat te zien met elkaar, want dan ontstaat er verlichting. Een andere tool is de drijfveeranalyse. Dus niet kijken wat je het makkelijkste afgaat, maar meer waarom doe je dingen. Dus niet wat en hoe je het doet, zoals in de talentenanalyse, maar waarom je dingen doet. Wat zijn jouw drijfveren? Wat is hetgene wat jouw gedrag drijft? Super waardevol en heel interessant om van jezelf te kennen en te weten. Dus in mijn geval snap ik wat voor mij belangrijk is. Ik weet wat mijn drijfveren zijn. Ik wil bijvoorbeeld mensen ondersteunen, zoals jou nu in dit webinar. En dat is voor mij super belangrijk. Als ik dat kan doen, dan voel ik vervulling. Dus vanuit mijn eigen ervaring, mensen helpen, is mijn sociale drijfveer. En die drijfveer moet ik voeden. Dan voel ik me prettig en gelukkig. Dat zijn mijn onderliggende motivatoren. Als je dat van jezelf snapt, dat geeft ook richting aan hoe je je werk het beste kunt inrichten. Ja, het is natuurlijk superleuk om jezelf te snappen, om te begrijpen hoe je in elkaar zit. Tenminste, ik vind dat van mezelf super interessant en volgens mij is dat voor jou hetzelfde. Nou, in alle boeken en coachingsprogramma's waar wij met Talent First mee bezig zijn, gaat het eigenlijk hierover. We houden je een spiegel voor. We laten je zien hoe je in elkaar zit, zodat je jezelf beter snapt en dat ook beter met anderen kunt delen. Dat kan je bijvoorbeeld doen door terug te kijken in je leven. Wat is de rode draad? Wat zijn de patronen die je daarin kunt herkennen? En hoe kunnen die ook weer een voorspeller zijn van de toekomst? We hebben allemaal talenten en 100% inzetten van die talenten, dat lukt helaas niet altijd. Maar wanneer was dat nou wel het geval? Wat was een moment voor jou dat je 100% van je talenten kon inzetten? Als ik naar mezelf kijk, mijn talenten zijn daadkracht en lef. Dat zoek ik op en dan zet ik het in. Onder andere bij de theatershow Thank God It's Monday, die we een aantal keren per jaar doen. Dan sta ik op het podium met een grote zaal of een groot publiek waar ik mee mag werken. Nou, dan ben ik echt helemaal in mijn element. Zo mooi om dan die sociale drijfveer, dat helpen van mensen, te combineren met daadkracht en lef. En als je dan ziet dat dat onwijs goed aanslaat en dat mensen daar helemaal vrolijk van worden, dat is natuurlijk geweldig. We hadden in januari 1500 mensen in de zaal. Nou, dan kom ik echt in mijn element. En dat weet ik, dus daarom zoek ik dat op. Een ander moment langer geleden was hoe ik die baan in Rome heb gekregen. Ook weer zo'n mooi moment waarin ik echt het gevoel had dat ik mijn talenten kon gebruiken. Wat ik deed, mijn vrouw kreeg een baan in Rome voor KLM. Randstad zat toen nog niet in Rome, dus ik dacht, hey, dat is een kans. Ik heb een scootertje gehuurd, ben alle concurrenten langs gescheurd en overal gevraagd of ik met ze kon praten met een verhaal wat niet helemaal klopte. Ik zei namelijk, we zijn een groot bedrijf wat ons in Rome wil vestigen en we hebben veel mensen nodig, kunnen we een keer op de koffie komen? En vertel me over jullie marketing, over jullie doelstelling, over jullie organisatie. Beetje langs het randje natuurlijk, maar ik hoorde wel precies wat er allemaal speelde en op basis daarvan kon ik precies beschrijven wat de situatie was. En dat samenvatten in een dik rapport en dat liet ik op het juiste bureau vallen op het hoofdkantoor van Randstad met de conclusie, we moeten als de donder naar Rome. En ik weet wel iemand die dat kan doen en dat ben ik. Nou, en zo heb ik mijn eigen droombaan daar gerealiseerd.
een moment waarin ik ja, die talenten die ik heb kon gebruiken, ook hier weer daadkracht, lef, ondernemerschap. Op basis van zo'n ervaring, op basis van zo'n voorval uit je eigen leven, kun je achterhalen wat je talenten zijn. En dat is natuurlijk super waardevol en eigenlijk ook helemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Zo ontdek je je talenten, zo hou je jezelf die spiegel voor. Ook bijvoorbeeld om te kijken van waar krijg jij nou complimenten over? Wat zien anderen bij jou, wat ze waarderen? En ja, daar zit vaak een kern van waarheid in, zeker als meerdere mensen dezelfde dingen zeggen. Andere manieren om jezelf in de spiegel aan te kijken is te bedenken waar erger je je aan? Wat levert jouw verontwaardiging op? Dat is eigenlijk omgekeerde passie, hè, waar als je je ergens kwaad over maakt. Super mooi ook en heel veel kracht en energie zit daarin. Waar zit jouw waarde? Wat heb je te bieden? Dat soort vragen. Nou, in de boeken die we hebben staan legio oefeningetjes, zoals ik er nu een aantal schets, waar je echt lekker mee uit de voeten kunt. En daarin is het belangrijk dat je niet alleen naar het verleden kijkt, want de toekomst is misschien wel vele malen interessanter voor de mensen met wie jij werkt. Wat zijn je dromen? Dromen zijn bedrog, behalve die waar je werk van maakt, heb ik ooit eens een keer op een tegeltje laten zetten. En Goethe zei het misschien nog wel veel mooier, die zei je wensen zijn een voorgevoel van dat wat je daadwerkelijk kunt bereiken. Dus als je kijkt naar je wensen en naar je dromen, dan zijn er twee manieren om daarmee om te gaan. Je kunt bedenken en wachten tot het voorbij is, hè, tot ze in een hoekje gaan zitten en wachten tot die dromen weer wegtrekken. Of je gaat er mee aan de slag, je kunt ze serieus nemen. En bedenken van, hé, daar heb ik iets te bieden. Dat is gaaf, want daar zit energie in. Laat ik dat nou eens onderzoeken. Visualiseer het. Bedenk hoe het eruit zou zien als je het realiseert. In de Thank God It's Monday voorstelling zijn we aan het kijken bijvoorbeeld naar je leven over 10 jaar. Hoe ziet het eruit als jij achter je dromen aangaat? En dat werkt fantastisch. Dan zijn mensen echt verbonden met dat wat ze het allerliefste willen. En er gaat een enorme creatiekracht vanuit. Ik heb dat zelf ook meegemaakt in het boek Marijn is klaar met werken. Een boek wat eigenlijk één grote visualisatieoefening voor me is. Want wat ik daarin beschreef was iemand die een droombaanreis maakte. Een hoofdpersoon die een droombaanreis maakte. En dat deed hij in een droombaanhotel. Dat was een ideetje wat ik destijds had. Ik wist precies wat, waar en hoe dat droombaanhotel eruit zou zien. Ik deed eigenlijk in het boek alsof het hotel er al was. Ik visualiseerde het ook in een leegstaand pand. Waarvan ik wist dat het te koop was, maar waarvoor ik geen geld had. En een aantal jaren later stond dat pand nog steeds leeg en waren we in staat om het pand met behulp van crowdfunding te kopen en hebben we het Droombaanhotel daadwerkelijk geopend. Dus nou ja, waanzinnig, de kracht van visualisatie. We hebben gasten meegenomen in hun dromen in prachtige appartementen. Soms hebben ze wel 10 dagen bij ons gezeten. En eigenlijk was dat Droombaanhotel gewoon één grote visualisatie in dat boek, want dat was er eerder. En er zijn nog veel meer fantastische dingen uitgekomen. Samenwerking met mensen die ik erin beschreef. Ja, het is zo mooi om echt werk te maken van je dromen. Dan heb je de juice in je leven. Nou, één vorm waarin we dat doen is het bal der belofte. Dat is ook een fantastisch concept. In het bal der belofte stap je eigenlijk in je ideale leven. En dat doe je vanuit je fantasie, vanuit je wensen. En je verkleed je alsof dat ideale leven waarheid is. Je neemt een aantal dingen mee ter bewijs dat het leven er is. En dat zet transformaties in gang, wat echt fascinerend is. We hebben het 1 keer gedaan, mijn vrouw Wien was er ook. En die kwam daar, tot mijn verrassing, ineens binnen als berggids verkleed. En ik wist helemaal niet dat dat voor haar iets was. Dat zij iets met berg had, dat was een aantal jaar geleden. Ik wist dat eigenlijk helemaal niet. En vanaf dat moment, omdat ze er toen zo is ingestapt, ja, zijn die bergen inderdaad in haar leven. En niet zo'n beetje ook, want ze is onlangs naar de Himalaya geweest en ze heeft binnen Talent First ook een aantal jaren lang groepen mensen van 60 man wel meegenomen naar de bergen. Dus doordat ze er destijds zo uitsprak, heeft ze groepen mensen gewoon mee de berg in kunnen nemen. Heeft ze er echt haar werk van kunnen maken. Doordat ze zich liet zien, op die manier is het eigenlijk ontstaan. De kracht van visualisatie. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Een aantal jaren geleden zei ik van, joh, ik zou eigenlijk wel op meerdere plekken op de wereld willen wonen. Dus in Amsterdam. Maar ook ergens op een of andere exotische plek in de wereld. En misschien wel in New York, misschien wel op ergens in de zon. En wat schetst mijn verbazing, nog geen jaar nadat we dat hadden gezegd, woonden we in Kaapstad met mijn gezin. Hebben we daar een half jaar een soort sabbatical jaar gehad. En reisde ik op en neer tussen Amsterdam en Kaapstad. En nu, ik ben daar destijds een bedrijf begonnen, Clean Cooking Revolution, waardoor ik nog heel regelmatig in Kaapstad kom. Ja,
waanzinnig. Ik heb het gewoon gerealiseerd dat we op twee plekken wonen. En dat is voor de eerste keer gevisualiseerd op het bal der belofte. Doordat je jezelf die vraag stelt en nadenkt van joh, hoe zou dat ideaal plaatje er voor mij uitzien? Dus dat is hartstikke belangrijk. Dat je in die inzichtfase, bedenk weer even terug, het inzicht, vertaling, actie plaatje. Dat je in die inzichtfase ook je dromen meeneemt. Maar wat natuurlijk ook belangrijk is, met welke mindset doe je dit? Geloof je überhaupt dat het kan? Welke mogelijkheden zie je voor jezelf? Nou, dat is natuurlijk ook een hele belangrijke vraag. Geloof jij dat werken überhaupt leuk kan zijn? Geloof jij dat een droombaan mogelijk is? Geloof jij dat jij een gekleurde muis kunt zijn? 12% van de mensen die in die metafoor van de muizen, 10% zijn de gestampte muisjes, 78% zijn de grijze muis en 12% zijn die gekleurde muizen. Dus dat zijn mensen die inderdaad uitkijken naar hun werk, fluitend die maandagmorgen thank God it's Monday roepen. En hoe zorg je ervoor dat jij daar ook een groot deel van je tijd in zit? Want dan heb je gewoon een veel leuker leven. Dan heb je minder motivatie nodig. Maar het is belangrijk, hoe kijk je naar de wereld? Geloof jij dat? Geloof je dat het kan? En een ontmoeting die ik had met Miles Hilton Barber heeft mij daar heel erg in geholpen. Deze man, een fantastische kerel, heeft allerlei bijzondere dingen gedaan. Was straaljager, piloot, diepzeeduiker, ultramarathonloper. Krankzinnige dingen gedaan. En ja, het enige wat wel bijzonder aan hem is, want dit is misschien wel aan meer mensen gegeven, maar deze man was blind. En hij heeft zich daar dus niet door laten weerhouden. Ik vond dat zo indrukwekkend. En ja, wat voor mindset heb je daar wel niet voor nodig? Nou, wat hij me leerde, ik heb hem geïnterviewd, wat hij me leerde in zijn mindset was, joh, Huub, zei hij tegen me, alles wat je doet, waar je tegenop ziet, dat valt in de praktijk achteraf gezien reuze mee. En toen bedacht ik me, dat is natuurlijk ook waar. Ook in mijn leven, de dingen waar ik vooraf tegenop heb gezien, die vallen achteraf natuurlijk enorm mee. En als je zo in het leven staat, dan heb je natuurlijk veel meer power en veel meer mogelijkheden om in actie te komen. Dus ga achter je wensen en je dromen aan. Ontdek je talenten. Weet wat jou op het lijf geschreven is. En ja, dan heb je een veel grotere kans van slagen als je niet naar je al die bezwaren luistert. We noemen het ook wel het GSM-principe. Het GSM staat voor geen smoezen meer. Zorg ervoor dat je na die inzichtfase ook de smoezen, de obstakels die je voor jezelf ziet, voorkomt. En dat je die smoezen die je jezelf wijsmaakt onderzoekt. Nou, daarna ga je naar de inzichtfase, de vertaalfase in. En dat gaat ook over personal branding. Vertalen naar je huidige werk. Dus wat betekent het voor je huidige werk dat jij bepaalde talenten, bepaalde drijfveren, bepaalde dromen hebt? En dat leidt misschien wel tot nieuwe keuzes. Als je weet wat jij te bieden hebt, maak je misschien wel een andere keuze. Ga je misschien wel andere stappen zetten. Personal branding is daarin een tool. Personal branding gaat over het merk ik. We zijn nu bezig met de 21ste druk. Dus dat boek dat bestaat al 15 jaar en daar zijn we heel trots op. Maar het is echt een middel, geen doel. Personal branding gaat over de vraag, hoe vertel je nou aan anderen wat jij te bieden hebt, wat jou uniek maakt? Hoe doe je dat op een goede manier? Denk aan Erik de Drammer. Dat is een hele simpele vorm. Een effectieve manier om over jezelf te vertellen wat jij te bieden hebt. Nou, in de boeken die we erover hebben geschreven staan daar natuurlijk legio voorbeelden en tools in. Niet alleen het merk ik, maar ook bijvoorbeeld het merk ik is er één. Oh, de 23e druk zijn we al bezig. Belangrijkste zin van dat boek is eigenlijk, je wordt toch wel in een hokje geplaatst. Bepaal dan zelf welk hokje. En dat is natuurlijk heel bijzonder om je te realiseren dat je allemaal mensen in een hokje plaatst. En dat jij invloed hebt op welk hokje mensen jou instoppen. En dat is niet alleen heel functioneel. Hè? Dus je kijkt niet alleen naar jezelf van wat heb ik nou aan functionele eigenschappen of talenten. Maar ook persoonlijk. Want het persoonlijke van wie jij bent is natuurlijk een heel groot onderdeel van jouw onderscheidende waarde. Zet die persoonlijke kenmerken in. Wie jij bent als uniek individu, dat mag gezien worden. Want dat is precies wat jou onderscheidt. Nou, bedrijven doen dit natuurlijk ook en daar leren we in de boeken van. Want het is heel interessant om te zien hoe Coca-Cola zo'n enorm sterk merk is. Ja, terwijl het eigenlijk natuurlijk gewoon een suikerdrankje met koolzuurprikkels is. Maar ze hebben dat heel persoonlijk gemaakt. Staat voor familie, gezellig, samen, overal. Dat is het gevoel wat Coca-Cola erbij heeft weten te krijgen in onze hoofden. Of denk aan een merk als Nike. Ja, zijn natuurlijk eigenlijk gewoon trainingspakken en gympies. Maar ze communiceren over boven jezelf uitstijgen, just do it. En dan gaat het natuurlijk over veel meer heel persoonlijke dingen en aspiratieve dingen. Je talenten inzetten.
Ook dat kun jij doen. Jij kunt net als die grote merken over jezelf communiceren op een manier die niet alleen maar gaat over wat jij functioneel kan. Benader jezelf als merk, niet alleen functioneel. Maar natuurlijk is die kennis, opleiding en ervaring belangrijk, maar ook je persoonlijkheid. Wat maakt jou uniek? Wat zijn je talenten, je drijfveren, je dromen, je passies? Super interessant om er zo naar te kijken. Ook bijvoorbeeld om in je cv, en dit is een boek wat ik samen met Wien, mijn vrouw, heb geschreven, een onweerstaanbaar cv, hoe zorg je ervoor dat dat echt voor je werkt? Dat dat een boodschap communiceert die onderscheidend is. Nou, ook hier hebben we 30.000 boeken van verkocht, dus er zal toch wel iets zinnigs in staan. De belangrijkste les uit dat hele boek vind ik eigenlijk, je cv communiceert het juiste op het moment dat jij er blij van wordt. Als jij blij wordt van je cv, dan trek je de juiste mensen aan. Dat zijn ook mensen die ook blij worden van jouw cv en die dus blijkbaar bij jou passen. Nou, als je er zo naar kijkt, hè, je wil natuurlijk niet dat iemand een heel saai cv ziet en denkt van nou, wat is er voor saaie drol, terwijl je daar zelf ook eigenlijk helemaal niet zo blij van wordt. Je moet er zelf blij van worden, dan trek je de juiste mensen aan. Je moet jezelf erin herkennen en je moet er trots op zijn. Nou, dat is een hele eenvoudige manier om het vuurtje bij jezelf brandend te houden met zo'n cv. Wat, ja, het wordt misschien wat minder gebruikt dan een tijdje geleden, maar nog steeds is het een superkrachtig middel om voor jezelf ook te bepalen van wat is nou de kern van wat ik wil communiceren. Inzicht vertalen. Welke keuzes maak je in je werk? Hoe breng jij je boodschap over? Inzicht vertalen, actie. Sterke personal branding, ja, ook bijvoorbeeld op je LinkedIn. Een profiel, ja, weet je, als je profiel helemaal niet meer relevant is, omdat er alleen maar dingen staan die je in het verleden hebt gedaan, waar je eigenlijk niks meer mee te maken wil hebben, dan heb je het niet goed gedaan. Dus wie ben je nu? Wie wil je zijn? Daar gaat het over, op je cv en op je LinkedIn. Dus dingen uit het verleden waar je niks meer mee te maken wil hebben, ga die nou niet in geuren en kleuren lopen communiceren, want wat is daar voor de potentiële nieuwe werkgevers of opdrachtgevers nou de waarde van? Ik als potentiële werkgever of opdrachtgever zou veel meer interesse hebben in jouw toekomst. Dus het verleden is leuk, maar de toekomst misschien wel veel interessanter. Nou, hoe ingewikkeld het is, mijn broer net ontslagen bij een grote organisatie en die is best wel aan het zoeken. En ik merk aan hem, omdat hij al jaren niet meer gesolliciteerd heeft, dat dit proces ja, best heel ingewikkeld is om ineens uit het niets te doen. Dus je kunt maar beter, voordat je ergens een keer gedwongen dit moet gaan doen, je kunt maar beter daar nu al mee beginnen en zorgen dat je weet waar je staat op het moment dat je gesprekken hebt of op het moment dat je een keer moet gaan solliciteren. Nou, dat was de tip die ik aan mijn broer gaf ook, om te kijken van ga jezelf onderzoeken, zorg dat je jezelf in de spiegel goed bekijkt en dat je de vraag kunt beantwoorden, wat heb ik te bieden? En communiceer daar vervolgens helder over. Waar sta je voor? Wie ben je? Waarom moeten ze jou nou precies hebben? Want niemand heeft natuurlijk levenslang één functie. Ook jij niet. Alles stroomt en er zal ongetwijfeld ook een moment komen dat jij weer verder wil. Of dat jij weer verder moet. Dus laat mensen om je heen weten waar je voor staat. Zorg dat de juiste info bij de juiste mensen ligt. Dat mensen snappen dat jij ook met jezelf bezig bent. Dat jij jezelf wil ontwikkelen. Praat er gewoon over. Hoe zie jij de toekomst? Op welke termijn? En alle, ja, het lijkt zo voor de hand liggend, maar weinig mensen doen dat echt structureel. Dus daar heb je een enorme kans om jezelf te onderscheiden als je dat wel doet. Nou, in die actiefase, daar moet het natuurlijk gebeuren. Hè? Want jouw leven is natuurlijk het leukste als je 100% van je talenten kunt inzetten. Zoals ik in Rome. Dat soort situaties moet je natuurlijk creëren. Hoe zou het zijn als je inderdaad veel meer van je talenten kunt inzetten in je werk? Dat je niet meer hoeft te stressen, dat je geen konijn op zwemles hoeft te zijn, zoals wij het noemen, waarin je eigenlijk structureel met de verkeerde dingen bezig bent. Dat je niet stuck in the wrong job bent, niet de verkeerde baan, niet chagrijnig naar je werk gaat, niet loopt te klagen over je werk op feestjes tegen je vrienden, wat is ook zo saai. Maar dat je dingen doet waar je energie van krijgt. Dat je de juiste keuzes maakt die bij jou passen. Dat je weet hoe je verder moet. En ja, weet je, wat houdt je tegen daarin? Tuurlijk, we hebben allemaal die dingen, maar welke obstakels zie je? En zijn het uiteindelijk echt wel obstakels? Of geldt dat GSM-principe voor jou ook? Geen smoezen meer. Waarin je eigenlijk erkent dat die obstakels die je voor jezelf ziet, dat je die misschien gewoon wel als smoezen kunt ontmaskeren. Nou, wat we doen in dat GSM-principe is dat we naar mensen kijken die hetzelfde obstakel hebben als jij. En dan gaan we kijken hoe zij ermee om zijn gegaan. En hoe zij er
uiteindelijk overheen zijn gestapt. He, dus denk jij dat je misschien wel veel te oud bent om een stap te maken? Nou, ga dan eens kijken naar mensen die op latere leeftijd nog een stap hebben gemaakt. Zoals bijvoorbeeld Boudewijn Poelman, die in mijn boek Marijn is klaar met werken voorkomt. En die pas op zijn 40ste is begonnen met de postcode loterij. En moet je kijken wat voor organisatie dat nu is. Nou, dat soort voorbeelden zijn natuurlijk super interessant. Of een dame ook in datzelfde boek die op haar 50ste pas begonnen is een carrière switch te maken. En die nu een hele reeks boeken op haar naam heeft staan. Dus dat kan natuurlijk allemaal makkelijk nog op latere leeftijd. Of het voorbeeld van iemand die eigenlijk geen geld had om dingen te doen. Boris Veldhuizen van Zanten. En die met creativiteit allerlei dingen heeft kunnen betalen. En die vervolgens zei van joh, het is more currencies than money. Creativiteit is ook wat waard. Of iemand die geen goede opleiding heeft. Misschien denk je wel van ja, ik wil wel wat, maar ik heb niet de goede opleiding. Op het moment dat je mensen ontdekt die, ondanks dat ze die opleiding ook niet hadden, toch die stappen hebben gezet. En dat je daarmee gaat praten en mee gaat onderzoeken hoe zij dat hebben gedaan. Dat empowert natuurlijk enorm. En dan zie je ineens dat de obstakels die jij in je hoofd hebt misschien wel een smoes zijn. Nou, als je denkt van, als je ziet, goh, zij doen het ook. Waarom zou ik het zelf niet kunnen? Ja, dat is natuurlijk super bekrachtigend en super inspirerend. Maar je zult het uiteindelijk wel zelf moeten doen. Niemand gaat het voor je doen. Niemand gaat bij jou aankloppen en zeggen van, joh, we hebben jou nou eens even uitgebreid bestudeerd. En we hebben een prachtige droombaan voor je gecreëerd. En je krijgt er ook nog vet voor betaald. Dat gaat niet gebeuren. Je zult zelf die ideale omstandigheden moeten creëren. Werk dat niet als werk voelt. Zoals ik me op enig moment realiseerde toen ik een boek aan het schrijven was. Marijn is klaar met werken en ik in Costa Rica was om het product af te maken. Toen liep ik ergens op het strand met mijn koptelefoontjes in mijn oren om die interviews die ik had gedaan uit te werken. En toen realiseerde ik me ineens van wauw, dit is gewoon werk wat ik nu aan het doen ben. Ongelooflijk. En ja, dat zijn natuurlijk zulke mooie momenten als je echt werk doet wat niet als werk voelt. Zo je tijd doorbrengen, dat is volgens mij wat iedereen wil. En ook in Nederland. Ik heb ook zo vaak in Nederland dat ik tussen afspraken in op de fiets zit. En dan is tijdens mijn werk fluitend en hardop lachend van de ene naar de andere afspraak ga. Omdat ik zo ja, enthousiast ben over de dingen waar ik mee bezig ben. En dat is wat je moet creëren volgens mij. Een leven creëren om je vingers bij af te likken. Zoals de mensen die ik heb geportretteerd in dat boek Marijn is klaar met werken. En uiteindelijk ook mijn hoofdpersoon Marijn. Die aan het begin van het boek helemaal fed up, helemaal klaar met zijn werk was. En aan het einde van het boek heeft ontdekt hoe die werk kan creëren wat niet meer als werk voelt. Waardoor die inderdaad uiteindelijk echt klaar met werken is. Nou, daar hebben we ook nog een mooie theorie in geïntroduceerd. Web 4.0. En Web 4.0 is een soort science fiction theorie. Maar het komt eigenlijk neer op volg gewoon je intuïtie. Dat doen we zo weinig. Maar het levert juist zoveel op. Stel je open, volg je intuïtie. En luister naar dat stemmetje wat jou influistert, wat je eigenlijk wil, wat je eigenlijk te bieden hebt, waar je eigenlijk op af wil. Zo'n krachtig mechanisme. En je hebt het gewoon bij je. Nou, in de online droombaanreis, een product wat we doen, dan kun je ook met die Web 4.0 experimenteren. Zo mooi om meer naar die intuïtie te luisteren. Nou, daarin word je uitgedaagd om ook echt achter die intuïtie aan te gaan, om mensen aan te spreken en om naar dat stemmetje te luisteren. Want je hebt natuurlijk ook een ander stemmetje. En dat is een stemmetje die zegt, joh, je faalt overal in, je kan niks, je stelt niks voor, enzovoort. Je bent een prutser. Luister naar het juiste stemmetje. Dus luister naar die bekrachtigende intuïtie in plaats van dat ondermijnende, boze stemmetje. Want we hebben ze allemaal, alle twee. Intuïtie is een mooie raadgever en angst is dat niet. Nou, wij denken natuurlijk met je mee. Wij kunnen je hierin ondersteunen. Want ja, jouw droombaan vinden en daar achteraan gaan is natuurlijk echt cruciaal. Maar wat heel goed werkt is ook gewoon naar rolmodellen kijken. Dus omring jezelf met mensen waar je wat van kunt leren. Ik heb dat zelf altijd gedaan en probeer dat nog zoveel mogelijk te doen. Voorkom dat je de slimste in de kamer bent, want dan ben je in de verkeerde kamer. Hè? Dus omring jezelf met mensen. Zorg ervoor dat je gecoacht wordt. Zorg ervoor dat je het niet alleen hoeft te doen. Every winner has a coach. Wil jij stappen maken? Wil jij echt vooruit? Dan is het heel goed om hulp te vragen. Weet je, je hoeft dat helemaal niet helemaal alleen te doen. Je mag van mensen leren. Nou, ik heb mezelf omringd met allerlei mooie mensen met wie ik, van wie ik kan leren. Ik zal er een paar laten zien. Dit is Anthony Robbins met zijn vrouw en Wien en ik. We zijn daar zelfs voor helemaal naar Fiji gereisd een keer om programma's met hem te doen. Of Byron Katie, ook een fantastische vrouw die heel erg over dat GSM-principe leert. Hoe kun je je eigen gedachtes eigenlijk beter snappen en ook een beetje ontmantelen?
Je stressvolle gedachten aanpakken, doet zij fantastisch. Dit is Ricardo Semler, een fantastische ondernemer die met Semco eigenlijk een bedrijfscultuur neer heeft gezet die uniek is, waar mensen echt in hun kracht worden gezet. Liefde voor werknemers staat bij hun centraal. En ja, dat is een prachtig inspirerende insteek. Maar ook bij onze eigen klanten. Wij zijn zo vaak met onze klanten in gesprek om daarvan gedachten te wisselen. Bij Tony Chocoloni of bij Ajax of bij Ahold, de Rabobank. Allerlei gemeentes. Bij de KLM, nou ja, Endemol, ik noem ze er maar een aantal. Zo leuk om daarmee te praten. Maar ook bij de wat kleinere bedrijven. Zo leuk om te sparren en te zien hoe je met elkaar de optimale werkomstandigheden kan creëren. Echt kan investeren in je mensen. Bij veel organisaties is een persoonlijk ontwikkelingsbudget, en ongetwijfeld bij de jouwe ook, waar je gewoon gebruik van kunt maken en waar je jezelf mee kunt helpen om dit proces te faciliteren. Dus inzicht, vertaling, actie op kosten van zo'n ontwikkelingsbudget. Organisaties snappen natuurlijk steeds beter dat je dat moet doen als organisatie, om mensen te helpen, stappen te zetten, maar ook om ze binnen te laten komen en binnen te houden. Ik zelf besteed minimaal 10% van mijn inkomen aan persoonlijke ontwikkeling en aan professionele ontwikkeling. Ik vind dat echt belangrijk. Want als je dat niet doet, weet je, dan groei je veel minder hard. Het kunnen ook hele praktische dingen zijn, zoals hoe ga je een gesprek aan? Hoe realiseer je je droombaan? Maar ook een ander mooi voorbeeld. Kim Spinder, iemand die ik ooit ook op mijn show had. Zij werkte bij de gemeente Amsterdam. En ja, ondanks dat zo'n gemeente natuurlijk best weer barstig is en dat er allerlei structuren zijn waar je misschien niet zo makkelijk doorheen komt, dacht zij daar anders over, want zij krijgt echt alles voor elkaar. En dat deed ze onder andere omdat ze een mindset van mogelijkheden had. Dus ze ging dwars door structuren heen, onder andere omdat ze zichzelf als piraat door die organisatie bewoog en lak aan conventies had. Een van de dingen die ze deed was op het moment dat ze geen toestemming kreeg om een bepaald project te doen van haar baas of leidinggevende, zei ze van nou prima joh, dan doe ik dat gewoon in mijn vrije tijd en dan zorg ik dat het niemand wat kost en dan realiseer ik toch wat ik denk dat goed is. Nou, en op die manier kreeg ze natuurlijk allemaal gelijkgestemden om zich heen en op die manier kreeg ze veel meer gedaan, want samen krijg je natuurlijk ook veel meer gedaan. Dus denk eens na, wie om jou heen zijn er supportive, bij wie moet je zijn om in actie te komen? Een ander voorbeeld is Femke Brenninkmeij, ook een fantastische vrouw. Ik had haar afgelopen januari in mijn show als gast. Zij werkt bij de haven in Amsterdam. En ja, dat is natuurlijk echt een mannenbedrijf. Ze werkt daar als commercieel directeur. Dus dan zou je denken van ja, hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen in zo'n wereld? Nou, dat was eigenlijk heel leuk om te horen. Want wat zij heeft gedaan is met de juiste mensen praten, maar wel met een plan. En dat plan, daar zag eigenlijk niemand echt iets veel in. Want ze had helemaal niet zoveel ervaring. En niemand zag eigenlijk gebeuren dat zij die functie zou krijgen. Maar ze waren één ding vergeten, ondanks dat zij niet de juiste papieren misschien leek te hebben. Misschien niet de juiste ervaring. Eén ding hadden ze geen rekening mee gehouden. Femke zelf zag het wel. Dus zij ging daar vol, ging naar iedereen toe van, joh, laat me je meenemen hoe ik het wel zie en hoe ik wel denk dat ik de juiste persoon daarvoor ben. En gaandeweg overtuigden ze steeds meer mensen en kon ze echt niet meer om haar heen. Nou, dus als je niet wil eindigen als grijze muis, als je niet die gestampte muis wil zijn, dan raad ik je aan om echt de regie te nemen over je werk. Als je wil voorkomen dat je, het is echt lastig om gelukkig te zijn in het verkeerde werk. Als je werk frustrerend is, dan wordt het heel lastig om een leuk persoon te blijven, om iemand te hebben die elke dag fluitend naar zijn werk gaat en die op maandagochtend zegt, thank God it's Monday. Inzicht, vertalen, actie. Onthoud die drie stappen. Onthoud dat je ze in de juiste volgorde doet. Ga op zoek naar ondersteuning. Kijk wat voor middelen je om je heen hebt. En uiteraard ben je natuurlijk altijd van harte welkom om je ook bij ons te melden. Want wij helpen je graag. Ik ga het hierbij laten. Want we zijn zo'n 3 kwartier in dit webinar. En dat lijkt me een hartstikke mooie hoeveelheid tijd om samen met jou te delen. Dankjewel voor je aandacht. Ik ga nog even live naar je zwaaien. Want dan... wel zo mogelijk. Bedankt en mogelijk bij Talent First of op een andere plek zie ik je en dan spreken we elkaar verder. Tot ziens!